We staan nu op het bezoekerspad. Straks kun je als bezoeker hier langs lopen, langs de nieuwe volière die we gaan bouwen. Dit gedeelte hier, wat nu nog één bouwput is, wordt straks het buitenverblijf voor de flamingo's. Dat is ongeveer 3000 meter, waarvan ruim 2000 meter water wordt en 1000 meter land. Daarachter kun je al zien, daar komt een grote pool, een middenpool en hier krijgen we nog een kleinere pool. Het geheel wordt, komt een hekwerk omheen. Het hekwerk sluit dan aan waar nu de kraan ligt op het binnenverblijf van de flamingo's. En bovenop dat hekwerk wordt het net gemonteerd en het net gaat bijna 10 meter omhoog. Dit is wel de grootste volière binnen ga je zo. Wat ook leuk is dat je straks hier als het ware de volière inloopt via een sluis. En je kunt dan zelf, sta je als het ware tussen de flamingo's, gescheiden met een hekwerkje. En je kunt er langs lopen. Als je dan verder doorloopt, kom je bij de Savannah Lodge. Dat is een horecapunt wat we ook helemaal aan het verbouwen zijn, de oude Cheetah Shelter. Daar komt een restaurantje met een terras. En ook een binnenterras in de volière. Dus je kunt als het ware je kop koffie tussen de flamingo's drinken. Ja, dat is de Etosha Shelter. Dat wordt onze huwelijkslocatie. We hebben een wand uitgehaald, daar gaan we een glazen wand in maken. Die locatie is dan geschikt voor bruiloften. We hebben hier dan ook 2000 vierkante meter water. Dat gaan we naar beneden leiden, naar een grote bassin wat we gaan bouwen. Waar ook het water van het hele park verzameld gaat worden. We gaan tegelijkertijd ook ons hemelwater vanuit het park gaan we opvangen. En dan maken we één bekken van waar het waarschijnlijk ook in twee gedeeltes gereinigd kan worden op een natuurlijke manier. Dat wordt dan hier gebruikt bij de flamingo's, maar hetzelfde water gaat ook naar de gorilla's toe. En naar de kapucijnapen. Dat is allemaal één geheel. En uiteindelijk stroomt het terug. En het water wat er echt over is, dat stroomt uiteindelijk weer terug naar de Amstelvallei, de Amstelbeek. Het grote plaatje moet kloppen, hè. De volière komt er, die wand komt er, de horeca wordt eenmaal ingericht. Dat blijft er. Maar dat soort details, plantjes hier of een bruggetje of een speel, een loopbruggetje ergens anders, ja, dat wordt soms wegbezuinigd. Ja. Wat we wel nog gaan doen is natuurlijk een heel groot speeltoestel bouwen hier aan het begin van de route. Ja, er wordt één grotere toren met wat speeltoestel eromheen en dat gaat de Savannah Tour heten dan.